Deze beschouwing die gaat over Jehova's getuigen. En die houd ik naar aanleiding van een reactie die ik heb gekregen van iemand en die heeft een YouTube kanaal. En dat kanaal heet XXX, spatie XXX. Dus 3 keer X, spatie 3 keer X. Hij heeft een reactie gegeven op een nieuwsuitzending. Waarin ik samen met Jurk Liesman een interview bespreek dat Kevin Annett heeft gehouden met Ella Ster. En daar hebben wij 3 delen van gemaakt. 3 keer een uur. Ik en Jurk. Erg interessant. En als je dan nu naar de nieuwsuitzending, dat ik doe nieuwsuitzendingen die daadwerkelijk ergens over gaan, hè, uit het nieuws. Nou, dit was nieuws. Hier kwam Jurk kwam ermee. Want Ella Ster is een Nederlandse journalist. En Kevin Annett, by the way, die heb ik persoonlijk de hand geschud. Hij bestaat echt. Ik ben op een ochtend met 3 kennissen in de Renault Clio gestapt. En we zijn naar Waalwijk of zo gereden, ergens in Brabant. Dat was best interessant. Niet wereldschokkend, maar interessant. Ik vond het toch leuk om Kevin Annett in persoon te ontmoeten. Nou, daar geeft XXX, spatie XXX, die geeft daar een reply op. En daarin zegt hij, ik raad je aan om ook eens deze video's te bekijken. En daar staan 2 linkjes onder. Dus nieuwsuitzending 678, oh, dat had ik nog niet verteld. Dat is makkelijk te onthouden. 678. Ik schrijf het er even bij. Dat is een beschouwing. Hè? Dus je neemt je tijd maar hoor. Nieuws 678. Dan doe ik dat linkje hier wel gelijk onder. Dan heb je ook het commentaar van XXX, spatie XXX. En dan kan je die man ook weer een berichtje sturen. Dat zal hij leuk vinden. Maken we een beetje reclame voor elkaar. Ik heb op zijn kanaal gekeken en ik was aangenaam verrast door het feit dat hij niet alleen maar een YouTube kanaal heeft om te kunnen reageren. Dat doen sommige mensen en die hebben helemaal niks. Ze hebben een leeg kanaal. Dus this channel does not have any content. Ja, ha 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 ha. Maar hij heeft daadwerkelijk filmpjes erop. Met zijn eigen mondbakkers en muziekje eronder. Erg verzorgd. Ik doe dat niet, hè? Maar hij heeft lopen editen, knippen, subtitles erbij, wat even titels er doorheen of zo. Ja, wat tof. Hij is heel erg tegen de Illuminati. Waarover later dan nog meer. Ik zal er wel zo daar even wat meer op ingaan, op zijn ding. Maar dit gaat over de Jehova's getuigen, want die 2 linkjes van hem, die gaan over Jehova's getuigen. En dan gaat het over seksueel kindermisbruik binnen die club. Alsjeblieft, dankjewel. AUB. Nee, dat is niet leuk. En het was zijn advies om die video's te bekijken. En dat is dan een beetje preken voor eigen parochie, want ik weet hier al van. Ik heb
Ik heb documentaires gezien uit Amerika. En er staat ook een jongen, en op zijn kanaal ben ik geabonneerd, maar die heeft maar 2 video's gemaakt. En die is uit de Jehovah's Getuigengemeenschap gestapt. En daar moet je lef voor hebben, hoor. Dat doe je niet zomaar. Maar die is eruit gestapt en die heeft 2, bij mijn weten, 2 video's gemaakt met een verklaring. En op zijn kanaal ben ik geabonneerd. Daar krijg ik verder geen berichten van, dus hij zal wel niks hebben. En niks nieuws. Hij was er ook helemaal klaar mee. En los daarvan, ik heb ergens in 2013... heb ik een vrouw ontmoet in het café. En dat, ja, daar ben ik toch wel een tijdje mee omgegaan. Ik ben ook bij de thuis geweest en geen seks en toestanden. We hebben wel samen de nacht doorgebracht. En samen heel veel alcohol gedronken. En wiet, dat rookte ze volgens mij niet. Maar zij rookt wel. Interessant iemand. Ik ben er een beetje uit het oog verloren. Dat is ook niet erg. Zo gaan dingen. Maar die dagen dat ik met haar door heb gebracht, daar denk ik veel aan terug. En haar ouders waren Jehovah's getuigen. We hebben ook samen Bijbel gelezen. By the way. En zij had dan zo'n Jehovah's getuigen Bijbel. En ik dan mijn NBG Bijbel. En tegenwoordig heb ik dan een Statenvertaling Bijbel. En mijn NBG Bijbel die... ja, die doe ik niet weg natuurlijk. Maar ik vind die Statenvertaling Bijbel, ik weet het niet hoor, maar ik vind het toch even, ja, zo'n ijdelheid natuurlijk. Ik heb een Statenvertaling uit 1637. Ja, dat wordt een opschepperij is het natuurlijk. Maar toen ik mij ging verdiepen in Bijbelvertalingen, ja, toen werd het de Statenvertaling. Die heb ik gekocht voor €14,50. In een tijd dat ik... Nou, zwart zaad is... Nou ja, ik zat op zwart zaad. Ik leende in die dagen geld. Voor de boodschappen. Hè? En ik betaalde geen huur. Ik zat echt heel erg laag. Inmiddels is dat beter, want ik heb nu een officiële baan. Ik verdien geen minimumloon, maar ik werk ook geen 40 uur in de week. Maar er komt wel geld binnen. Mag ik hopen. Eén deze dagen moet ik toch wat gaan vangen. Van juli moet ik inmiddels betaald gaan krijgen. Maar we zullen het zien. Anyway, in die armoedagen heb ik die Statenvertaling gekocht. Maar toen ik dus met die vrouw, toen ze bij mij kwam op bezoek, en dan kwam ik bij haar op bezoek. Ik ken haar 3 kinderen, of kennen, die heb ik allemaal de hand geschud. En haar ouders waren Jehovah's getuigen. Ja, ja. Nee, wat ik je nou ga vertellen, dit geloof je niet. Dit geloof je niet. Geloof je niet. Ja. Ik waarschuw je maar, hè? Wat ik je nu ga vertellen, dat geloof je niet dat het waar is.
Goed. Wat zij mij heeft verteld is dat, dat zij heeft een oudere broer en een oudere zus. En een vader en een moeder. En ze woonde met z'n vijven in, nou, ik zal het niet vertellen waar, maar niet zo ver van waar ik nu woon. En in die straat hadden zij 4 eensgezinshuizen. Net als de Beatles in die film Yellow Submarine. 4 voordeuren, zeg maar. Het was iets anders georganiseerd. Ik ga verder geen details vertellen, want dan zou je kunnen gaan vinden waar het was. En dat is de bedoeling helemaal niet. We hadden 4 voordeuren. Maar er was 1 woning van gemaakt. Net als bij de Beatles in die film Yellow Submarine. En die man die was hoofd van een schoonmaakbedrijf. En nou zit er, of zat er hier in Arnhem, de Vereniging voor de Motorrijders, de KNMV. De Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Of is die afkorting anders? Misschien is dat maar beter ook, want anders zou je erachter kunnen komen over wie ik het heb. En dat wil ik niet. En zij vertelde mij dat haar vader directeur was van dat schoonmaakbedrijf. En dat hij schoonmaakte bij de KNMV. Als directeur. Nou, dan moet jou toch iets gaan. Dan moet je toch gaan denken, of niet? Dus die man die woonde met zijn gezin. Dat is even een training voor jou, voor je brein. Hè? Die woonde met zijn gezin, zijn vrouw en zijn 3 kinderen. In 4 huizen. Waar hij met wat verbouwingsactiviteiten 1 huis van had laten maken. En hij was directeur van een schoonmaakbedrijf. Nou, dan kan je je voorstellen als je directeur bent, dat je wat centjes hebt of zo, want je bent de directeur. Maar hij maakte zelf schoon als directeur bij de KNMV. Vertelde die vrouw aan mij. Maar een directeur die zelf schoonmaakt, hoeveel arbeiders heeft hij dan werken voor zich? Dat kunnen er niet veel zijn. En als jij als directeur niet al te veel onderdanen hebt, dan kan jij niet zoveel verdienen. En als jij niet zoveel verdient, dan kan jij het niet betalen dat jij voor jouw gezin eventjes 4 woonhuizen betrekt. Waar normaal gesproken 4 gezinnen zouden wonen. Daar klopt iets niet aan het verhaal. Toch? Nou, voordat ik verder ga met de andere details die ik te horen kreeg. Ik denk dat die man schoonmaakte bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging om daar te spioneren. Okay, nu gaan we dus echt richting dat jij maar niet gaat geloven. Hè? Want die motorrijders, dat zijn per definitie, heeft dat een aanzuigende werking op mensen die heel erg vrij zijn in hun denken en in hun doen. Hè? Oh ja, dat keep the motor running, high up on the highway. Born to be wild. Je
toch ook die film met Jack Nicholson? Hoe heet die film? Die heet toch ook iets van Born to be Wild? Nee, die heet anders. Die ding is Easy Rider heet die. Met Jack Nicholson. Leuke film. Heel ouderwets. Maar, hè? En dat haar vader... Je hebt het over de Jehova's getuigen. Ze gingen elke zondag 2 keer of zo naar de Koninkrijkzaal. Dus iedereen in de buurt wist dat zij Jehova's getuigen waren. En dat haar vader, die had een schoonmaakbedrijf, en dat hij bij de KNMV zat om die vrijgevochten lui, om daar eens eventjes een luisterend oor te hebben. En als die mensen dan naar huis gingen, dat hij misschien eventjes in de agenda ging kijken. Of als er notulen waren van een vergadering, om daar een fotocopietje van te draaien. Want, wat vertelde zij mij nog meer? Namelijk, dat toen zij 6 was, mocht zij, nou moest zij, kan je beter zeggen, zij werd geacht om mee te gaan naar een nachtmis. Ergens in een kelder. En nu wordt het spannend. En daar heeft zij, geheel tegen haar wil, zegt zij, hè? Vertelde zij, heeft zij seks gehad met volwassen mannen, waaronder, hè, dus niet alleen, maar waaronder haar eigen vader. Oh, Perry, dit geloof ik niet. In Arnhem, zeg je? Nou, dat kan niet. Ja, precies. Ik zei toch al, dit ga je niet geloven. Zij noemt die club, dat is haar term, hè? Die noemt zij de Kornuiten. En tegenwoordig heb je een biermerk en haar oudste kind die drinkt dat en dat heet Kornuit. Dat vindt ze heel erg apart. Haar kinderen weten niets van dit verhaal, wat ik je nu vertel. By the way. Maar zij woont niet meer in Arnhem. Om het nog even nog onduidelijker te maken, daar hoef je haar niet meer te zoeken, want daar vind je haar niet. Zij zei, die mensen, ja, die Kornuiten, die tappen telefoons af. Dus als jij de telefoon denkt te pakken en dan de politie te bellen en daarom hulp te vragen, dat zou ik niet doen. Want ze luisteren mee en je bent weg voordat je Babylon kan spellen. Weg. Want ze heeft niet alleen seks gehad tijdens die nachtelijke missen met volwassen mensen. Zij is ook getuige geweest van mensenoffers. Mensen van haar leeftijd. Kinderen. Zegt zij, hè? Ja, jij gelooft me natuurlijk niet. Ik denk niet dat jij dit zomaar voor zoete koek zal slikken. Je gelooft me wel natuurlijk als ik vertel dat de hele buurt wist dat het hier ging om een gezin met Jehova's getuige mensen. Ja, die dus ook langs de deuren gingen en miep. Mogen we met u praten over het woord van Jezus Christus? Nee, op sodemieteren. Ja, en dan bij de volgende aan gaan bellen. Ja, ik laat die mensen altijd binnen, hoor. Of ik moet het heel druk hebben, dan zeg ik dat ook. Van, nee, laat me zitten vandaag. Hè. Ik heb namelijk geen tijd, hoor. Maar meestal, als ik tijd heb en mijn woning is een beetje opgeruimd, dan mogen die mensen binnen. Dan krijgen ze een glaasje water van me. En
Altijd leuk om over de Bijbel te praten. Dat geloof je wel. Maar dat andere wat ik vertelde over die nachtelijke missen en dat zij seks heeft gehad met volwassen mannen als zesjarige. Haar moeder wist ervan. Ja, geloof jij dat? Dan ben je heel ruimdenkend. Toen ik het hoorde van haar, toen geloofde ik haar. Ik heb dat niet met zoveel woorden gezegd. Ik geloofde haar. Ik had al een hele hoop documentaires gezien, getuigenissen gehoord over de Dutroux-affaire, de Zandvoort-affaire, de Madeira-affaire. Er is ook nog in Duitsland zijn er meerdere documentaire films gemaakt over seksueel. Nee, dat heet SRA. Satanic Ritual Abuse. Dus SRM moet je zeggen op zijn Nederlands. Satanistisch ritueel misbruik. SRA op zijn Engels. En die verhalen zijn allemaal hetzelfde. En zijn Allah dat verhaal wat zij mij vertelde. Ja, ja. Nou, toen ze er ook nog bij vertelde dat via de telefoon of whatever de hulp inroepen. Zeggen we, ja, ik. Ze is verkracht. Tijdens zo'n nachtelijke mis. Zo'n zwarte mis. En ze is verkracht. Maar zij wist dat als zij dat aan de grote klok zou gaan hangen, dan zou haar iets overkomen. En geen haan die ernaar zou kraaien. Want zij was getuige geweest hoe andere leeftijdsgenoten van haar het loodje legden. Oh ja, ach maar niet geloof. Er is een boek geschreven en het heet The Franklin Cover-Up. Dat is geschreven door, dat heb ik in handen gehad. Ik heb het uitgeleend aan iemand. En dat boek niet teruggekregen. Frank Lin. Een cover-up. Hij komt niet eens direct in beeld. Franklin Cover-up heet het toch? Franklin Cover-up. PDF. Oh, zo'n PDF. Het is geschreven door. Oh ja, natuurlijk. John W. De Camp. Oh, dan kan je de PDF kan je zo downloaden. Ja, ik heb dat gelezen. Staat er helemaal vol mee. Met dit soort verhalen. Hè? Dan zat de Franklin Cover-Up. En dan de subtitel is Child Abuse, Satanism and Murder in Nebraska. Een boek geschreven door John W. De Camp. Nederlandse naam. De Kamp. En het e-book is gepubliceerd door Happy Tribe of zo. Ik heb dit ooit besteld. Ik heb het over de post gekregen. En ik heb het helemaal gelezen, totaal.
John Kerry. Ik zit even naar de tekst te kijken. John Kerry, dat is een van die presidentskandidaten geweest. Die wist ervan, hoor. Die deden helemaal niks. En dan vertelde die vrouw mij ook nog dat zij dacht van nou, weet je wat, het valt nog mee. Ik heb dan seks tegen mijn wil met volwassen kerels. Maar ja, hè? Je kan er niet overdag over spreken op school. Ik kan het allemaal niet vertellen, je moet het maar voor je houden, maar ik leef nog. En zij dacht toen, het is een kwestie van je bek houden en dan gebeurt er je verder niks. Want iedereen die voor haar ogen geofferd werd, dat waren jonge mensen. Jonger dan zij of haar leeftijd. En ze dacht, nou, als ik het gewoon maar volhou, dan ben ik zo dadelijk uit de gevarenzone. Ja, zei ze, tot het moment. En toen was ze 10 of 11 of zo. En toen werd er iemand geofferd en die was 18. Of zoiets, ik noem maar even een leeftijd. Maar die was een stuk ouder dan zij. En toen dacht ze, oeps. Oh jee. Ik ben voorlopig niet uit de gevarenzone. Nou, ze heeft zich losgewurmd uit die situatie. Ze is enorm losgeslagen. In sociaal dan in het leven. Ze heeft geen stabiele relaties weten te ontwikkelen. Gewoon drank, drugs en feesten. 3 kinderen van 3 verschillende mannen. En de laatste keer dat ik haar gezien heb, toen was haar vader was dood. Toen belde ze op een zondagochtend om 9 uur 's morgens of zo. Belde ze aan. Het was in mijn periode dat ik ongelooflijk veel alcohol dronk en wiet rookte. En ik had toen bezoek van iemand, dat was ook zo'n rare snuiter. Ook een vrouw, by the way. De voordeur bel ging en die vrouw die veerde gelijk omhoog. We hadden de hele nacht doorzitten, blowen. En zij had speed meegenomen. En nou, een pak alcohol erbij, van heb ik jou daar. Negen 's morgens waren we nog steeds klaar wakker van de speed natuurlijk. En de telefoon, de voordeurbel ging en zij veerde omhoog. Zei, oh, dat is de politie. Toen dacht ik, nou, het kan wel eens waar zijn ook. En toen keek ik van mijn balkonnetje naar beneden, maar dat was zij die daar stond. Ik zei, hey. Volgens mij riep ze zelfs van beneden, van ja, en mijn vader is dood. Ik dacht, ik kom even langs bij jou. Maar zij was natuurlijk ook de hele nacht doorgegaan. Nou, toen zat ik daar. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Hier in mijn IKEA-bed waar ik nu zat. Hè? Nu zit, zat ik toen ook. En dan 2 vrouwen erin. Ja, kijk. Kijk. Johnny Lennon. Maar dan maar 2 van die wijfies. Ja. En die 2 die lagen elkaar echt als pindakaas en hagelslag. En die ging lekker weer kwebbelen. Nog meer drank erbij. Het was wel leuk. Was de vader was dood. Eindelijk, weg met die klasse. Zij vertelde ook dat die man, die was, ja, dat gedoe, hè? Dus dat je seks hebt met kleine kinderen, zelfs met je eigen kinderen, dat is satanistisch. Dat is SRA, Satanic Ritual Abuse, daar gaat het om. Ja, zei ze. Haar vader, die had dus contact met genocide, hè? Met Satan, hè? Direct. Zij zei, mijn vader heeft in 1 nacht
gitaar leren spelen. Hij kon helemaal geen gitaar spelen, echt helemaal niet. Maar hij riep haar op een ochtend bij hem en zei: moet jij eens even luisteren wat ik vannacht geleerd heb? En hij kon in ene gitaar spelen. En niet even How Many Roads. How many roads, Mr. Man Walk. Nee. Gewoon een categorie Carlos Santana, zullen we maar zeggen. Waarom heet die man trouwens Santana? Carlos Santana. Ja, zij was bang voor die man. En haar broer, die had haar verteld dat haar broer dus op een avond thuis kwam. En dat haar vader op de bank lag bovenop haar oudere zus. En dat hij seks had met haar oudere zus. Haar broer wist er ook van. Iedereen hield zijn bek. Haar moeder wist ervan. Die broer wist ervan. En papa was bij de satanistische club. En iedereen dacht dat het Jehovah's getuigen waren. En ik weet nog dat ik in die dagen dat ik haar leerde kennen, dat ik bezig was met die zaak Marianne Vaatstra, hè? Die vrouw die vermoord is, toen de conceptie plaatsvond van mijn kind. Mijn kind is geboren op 21 december 1999. Dus op de datum, hè, 21-12-2012, daar had iedereen het erover. Dat was toch de datum, dat weet ik veel wat. De ascensie zou komen, of dat weet ik wel, blablabla, ja. Ja, dat was precies de dag dat mijn dochter 13 werd. En mijn dochter is te vroeg geboren. En ik weet ook 2 weken te vroeg, 3 weken te vroeg of zo. Als je dat dan terugrekent, 30 april, rond die tijd, heeft de conceptie plaatsgevonden. Dat was de tijd dat Marianne Vaatstra op een zaterdagochtend, dat haar stoffelijk overschot werd gevonden in een weiland bij een meiboom. En een meiboom, dat is niet een of ander bomenras. Nee, dat is een boom waar dingen in hangen. Een paal in de grond met de dwarslatten en daar hangen dingen aan. Dat noem je een meiboom. Ik was daarmee bezig met die zaak, want daar klopt niks van. Die officier van justitie, Henk J. Maus heet die man, die leeft nog, by the way. Die heeft gelogen. Die heeft een requisitoor geschreven. En dat requisitoor, dat is bij elkaar gefantaseerd. En dat kan ik weten, omdat ik het heel zorgvuldig heb gelezen. Je moet dat requisitoor namelijk maar eens, als je het gewoon van kaf tot kaf, en dat was het dan. Dan denk je, oh, nou, was een requisitoor hier. Ja, maar dan moet je wat op pagina 5 staat eens vergelijken met wat hij schrijft op pagina 15. Heel zorgvuldig lezen. Heel goed even de dingen op een rijtje zetten die meneer Henk J. Maus allemaal beweert. Dan kan je zien dat het één grote leugen is. En het is niet tegengelezen. Wat zoveel inhoudt, er is niemand geweest die de moeite heeft genomen om dat wat meneer Henk J. Maus
geschreven heeft. Om dat minimaal te checken op correct Nederlands en zo. Om nog maar te zwijgen over. Over duidelijke tegenstrijdigheden. En beschrijvingen van situaties die niet kunnen kloppen. Ik was bezig met die zaak. En als ik begon over die zaak, werd zij panisch. En dat viel mij op. Zij zei, het gaat om het. Ik was toen bezig met het dagboek van de moeder. Die moeder van Marianne Vaanstra, die heeft een dagboek bijgehouden. En dat was niet echt een dagboek van dag tot dag. Het was. Maar ik heb ooit een dagboek bijgehouden voor een periode van 3 weken dat ik op vakantie was. Met Wim Kruidentuin, by the way. En dan schreef ik elke dag, aan het einde van de dag, precies wat er die dag gebeurd was. Dat is een dagboek. Nou, dat heeft Maaike Vaatstra, zo heet de moeder. Maaike, ze is van naam veranderd. Ze is gescheiden van haar man. Nu heet ze Maaike Terpstra of zo. Heeft ze weer de meisjesnaam. Anyway, zij heeft dat niet zo elke dag bijgehouden. Misschien eens in de week of zo, dat ze. En dan weer 3 dagen later een stukje en dan weer. En dat greep deze vrouw aan om te zeggen: dat is helemaal geen dagboek van die moeder, dat is geen dagboek, dat is een leugenaar. En ik was een beetje gepikeerd eigenlijk. Maar nu snap ik het. Nu ik het in deze context plaats, denk ik, ja, zij was alleen maar bang. Want zij voelde hem al hangen. Marianne Vaanstra is om het leven gebracht in het kader van. Dat was geen. Nee. Er wordt ons. Ons is verteld dat het ging om een boer. Jasper Steringa, Jasper S. En die kwam Marianne Vaanstra toevallig tegen midden in de nacht. En die dacht, kom, die ga ik verkrachten en die ga ik vermoorden. En dat kan helemaal niet. Dat verhaal deugt niet. Dus Marianne Vaanstra is om het leven gebracht door, ja, wie dan wel? Als dat een enkeling was, was dat een hele machtige enkeling. Want die heeft ervoor gezorgd dat iemand uit de buurt, dat die daarvoor opgedraaid is. En zichzelf helemaal buiten schot weten te houden. En als het een team was, dan was het een heel machtig team. Maar hoe dan ook. Degene die Marianne Vaanstra heeft verkracht en vermoord. Dat kunnen er meerdere zijn geweest. Maar dat was niet Jasper Steringa. Die dat in een opwelling heeft gedaan. Dat kan namelijk niet. Om de doodeenvoudige reden dat als je iemand zijn keel doorsnijdt, dan loopt daar 3 liter bloed uit. Ja, dit even macaber. En op de plek waar Marianne Vaanstra is aangetroffen, daar is geen onderzoek gedaan naar bloedsporen. Want er was geen bloed, namelijk. Maar er was ook geen bloed, want ze hebben ook nooit gekeken of er bloed was. Dus er is niet geconstateerd dat er bloed was. Nee. Dus was er geen bloed. Nee. Dus Marianne Vaanstra had geen bloed. Dus, kennelijk.
Want een normaal mens heeft 5 liter bloed, namelijk. Maar Janne Vaanstra was 16 jaar oud. Die mensen van 16 hebben 4 à 5 liter bloed. En als je de keel wordt doorgesneden, dan verlies je niet al je bloed in één keer. Dus even macaber, maar dit hoort er allemaal bij. Maar dan heb je liters die eruit stromen. En bloed aantonen, dat is erg makkelijk. Maar dat hele onderzoek heeft niet plaatsgevonden. Ze hebben dus niet gekeken of er bloed lag in op die plek waar Marianne Vaanstra is aangespoeld. Waar het stoffelijk overschot is gevonden, daar is geen onderzoek gedaan naar bloedsporen. Dus dan is de vraag, waar is dat bloed gebleven? Dat is niet verdampt, snap je? En Marianne Vaanstra was in die dagen ongesteld. En haar moeder wist dat Marianne Vaanstra geen gebruik maakte van maandverband, maar van tampons. En in het stoffelijk overschot was geen tampon. Nou, ze wist verkracht, dus die werd ze dan uitgehaald. Maar die tampon is ook niet gevonden. En degene die het dan allemaal gedaan heeft, die weet niks van een meegenomen tampon of zo. Dus waar is die tampon dan gebleven? En justitie zegt dat die tampon is meegenomen door een vogel. Ze weten niet welke vogel. Maar het moet een vogel zijn geweest. Bepaalde vogels die vinden bebloede tampons heel erg aantrekkelijk. Dus die hebben die tampon meegenomen. Ja, ja. En Geigerleuf daar. Anyway, die vrouw in kwestie. Hè, die Jehovah's getuige familievrouw. Die ging helemaal uit. Als ik begon over dat met Janne Vaanstra gebeuren. Want net in die tijd dat ik dus haar regelmatig sprak, ontdekte ik nieuwe dingen en weer nieuwe dingen en weer nieuwe dingen. Dus ze ging helemaal uit de plaat. Ze wilde er niets, maar ook niets van horen, niets van weten. En ik heb gelijk. Dat kan ik je wel vertellen. En dat dagboek van Maaike Vaanstra, Maaike Terpstra, dat is niet gelogen. Dat is niet gelogen. Het is slecht geschreven. Dat wel. Dat loopt niet lekker. Maar het was ook niet een wedstrijdje wie schrijft het mooiste dagboek. Maar er zitten geen tegenstrijdigheden in, om maar wat te zeggen. Maar zij ging er helemaal vanuit de plaat. Ik denk dat zij uit de plaat ging omdat ze bang was. Nou, en nu dan, dat was echt de klapper. Zij belt mij op een avond op en vertelt dat ze hier vlak in de buurt een danscafé dinges was. Daar speelde een band of er was disco, whatever. En kom je ook. En ze was dan even op bezoek in Arnhem. Ik denk dat ze toen bij mij geslapen heeft. Nou, dat was een beetje het contact wat we hadden dan. Hè. Dan was zij in Arnhem en dan belde ze me op. En dan zei ze, ik ben daar en daar. En dat hoorde ik dan op het laatste moment. En het was niet zo iemand die dan van tevoren belt. En zegt, heb je dan en dan tijd? En dan gaan we uit of zo. Het was meer van het moment. En ik zei tegen haar, ja, natuurlijk. Ik heb altijd ja gezegd. Ik wilde niks met haar, daar ging het mij niet om. En ik had ook niet echt medelijden met haar, daar ging het me ook niet om. Ik zie zo iemand als iemand die heeft de boel overleefd.
Ik heb respect voor haar, zo moet ik het zeggen. Ja. En ik begrijp heel goed dat ze niet te vertrouwen is. Dat ze helemaal losgeslagen is. En nou, ze heeft ook... Nou ja, ik wil allemaal geen details te vertellen. Maar zij belt mij op, dan kom je ook. Ik zeg, ja, natuurlijk meisje. En ik kom daar binnen in die danstent. En zij zit aan de bar. En daar is een andere man. En ze zitten met z'n tweeën te kletsen. En ze kijkt even naar mij en ze zegt hallo of zo. En ze keert zich weer met haar hoofd naar die man en praat verder met die kerel. Maakt mij niet uit. Ja. Ik claim haar niet. Ja, helemaal niks. Helemaal niks. Want het gaat hier om iemand die is dermate beschadigd. Ja, dat kan jij je niet voorstellen. Dit zijn geen... ik zou zeggen normale mensen, maar dat is niet de term die... Je zou ook zeggen, zij is niet gezond, maar dat is ook niet de goede term. Nee, je kan alleen maar zeggen, zij is beschadigd. Zwaar beschadigd. En het enige wat ik voor zo iemand zou willen betekenen... is dat als zij iets aan mij vraagt, dat ik zeg, ja, natuurlijk, kind. Als zij mij nu belt, dan breek ik nu dit gesprek af. En dan moet ik de hele beschouwing overnieuw doen. Ze belt me niet, ik weet wel, ik snap het allemaal prima. Natuurlijk belt ze me niet. Wat moet ze met mij? Maar goed, toen wilde ze me zien. Ja, dan kom ik. Hij is in gesprek met een andere kerel. Nou, I don't care. Ja. En er komt een leuk liedje. Ik denk, dancing the night away. Ja, ik doe het tegenwoordig niet meer, maar... En alles komt een eind. En een beetje dansen en een beetje om me heen kijken. En een biertje erbij en zo. Alle tijd en zo. En ik zie die twee, zie ik naar voren lopen waar de rookdinges is. Nou, dat registreer ik. En dan is mijn liedje afgelopen waar ik op stond te dansen. En ik denk van kom, ik ga ook een checkie roken. Of een wietje roken. Dat mag dan officieel niet, maar ja, kom op. En ik loop ook naar voren toe. En toen stond zij in de... Hey, ze stond met die kerel. En ik stelde me ergens op. Ik viel haar verder niet lastig. Noem me niet claimen of zo. En zij kwam naast me staan. Zo ging het, ja. En ik vroeg aan haar, wil je nou wat drinken? Dat vroeg ik als eerste, wil je nou wat drinken? Zij dronk, weet ik veel, wijnmeuk of zo. Ja, zei ze, ik wil dan wel een zo-en-zo'n wijn. Dat is goed, joh. Dus ik koop voor haar zo'n zo-en-zo'n wijn. En dan komt toch, naar zich, komt mijn ex. Die bleek er ook te zijn. En die gaat aan de andere kant van mij staan. Die had volgens mij niks in de gaten. Die ex van mij, dat is ook zo'n verhaal op zich. Die heeft ze zelf gezegd, ook seks gehad met de vader. Dus ik stond daar dus tussen twee vrouwen die allebei beweerd hebben dat ze seks hebben gehad met hun bloedeigen papa. Erg apart. Dus ik zeg tegen die vrouw van, goh, en ik knik zo, hè. En mijn ex stond met de rug naar mij toe, als ook naar haar toe. Ik zeg, dat is de moeder van mijn kind. Waarop zij gelijk zei, oh, dan ga ik even... Ik zeg, nee, dat doe jij niet. Alsjeblieft, kom op. Maar we houden het op een leuke avond. Want daar had ik zo mijn duidelijke, oprechte, diep gemeende redenen voor. Want... We gaan niet katten op stukken spek binden. Of hoe heet die andere dingen? Pissen in je eigen broekzak. Of de gele sneeuw opeten. Al die andere dingen die je beter maar niet kan doen. Huh?
Bedoel, zij mocht best weten dat dat de ex is van mij, dat dat de moeder is van mijn kind en that's it. In de zin van, zo ziet ze eruit. Kijk, dan kan je er even naar kijken. Net als in de dierentuin. Kijken mag, aankomen niet. En we gaan er zeker niet mee praten. Dat wordt toch geen leuk gesprek. Dat slaat nergens op. En wij zijn een beetje kletsen de klets. Smoken de smoke. En dan die kerel, die komt erbij staan en die zegt helemaal niks tegen mij. Hè? En die kijkt naar haar en die zegt, kom hier mee. En zij kijkt zo naar hem van top tot teen. En ze zegt zoiets van nou, zo dadelijk of zo. Hè? Zo'n beetje ontwijkend. Ze was met mij in gesprek. Hè? En die man... En nou hoef je me niet te geloven, hè? Maar die... Ik... Hoe moet ik dat nou uitleggen? Hij nam zo'n houding aan... Dat je... Ja, dan gaat je pelvis, hoe noem je dat? Je heupen, hè? Die gaan zo'n beetje naar voren toe. Dat is je lul naar voren, zeg maar. Ik doe het nu ook, dus dan kom ik wat verder van de microfoon af. En dan strek je zo je rug, je ruggengraat. En dan gaat die borst, die partij gaat mee. Dan gaan die schouders zo omhoog. Dan strek je je nek. En dan je ogen zo... Hè? En dan die stem. Ik denk, wat gebeurt hier? En ik voel hem vibreren. Nou, dit geloof je dus echt niet, hè? Mag ik hopen. Ik voel die man vibreren. Ik ben zo iemand die beweert dat ik kan voelen dat iemand loopt te vibreren. Dus ik voel die man vibreren. En die vibreert naar haar toe. Niet naar mij toe, hè? Die vibreert naar haar toe. Maar ik kan ook vibreren. Ja, nu geloof je me natuurlijk weer niet, hè? Dus ik vibreer hem eventjes ertussendoor. Want ik weet precies wat die man doet. Ik dacht van, dit feest gaat niet door, Joker. Kijk, ik kom die danstent binnen en hij zit met mijn meisje. Het is mijn meisje, want zij heeft mij uitgenodigd. Zit hij mee te kletsen. Mijn meisje zit met hem te kletsen. Dat vind ik best. Huh? Maar nou staat mijn meisje met mij te kletsen. En als mijn meisje niet gelijk meekomt, dan gaat mijn meisje niet gelijk mee. Heb je dat goed begrepen? Ik heb niks gezegd tegen die man. Want zo moet je dit niet bestrijden. Dus Efeze 6 is dit, hè? Dit leven hier op aarde is niet een strijd tussen vlees en bloed. Het is een strijd die plaatsvindt in het geestelijke. Principalities. Ik kan de Statenvertaling er even bij pakken. Altijd leuk. Ja? Ik pak hem al vast, maar ik zal even dan het voorval uitschetsen. Hij begint te vibreren. Hij probeert haar als het ware zo... En dan die stem erbij, hè? Dat hij zei... Kom mee. Nu. Ik overdrijf nu even. Kom mee. Nu. En ik zo... alsof mijn neus bloedt. Maar ik blok hem af. Want wat hij kan, kan ik ook. En ik heb het recht aan mijn kant. Kijk, als we zo gaan beginnen, dan win ik. Even onderwijl aan het bladeren, hoor. Efeze, was je dat ook? Ja. Hoppakee. Gevonden. Efeze 6 was het toch? Ja. Gevonden, oké. Okay. Anyway, ik blok hem af en zij
zij bleef rustig. En zij bleef lekker staan. En zij bleef bij mij. En die man droop af. Toen was hij weg. En toen zei ik tegen haar, wat is dat van joker? Ik heb het niet ingevuld wat ik allemaal zag en voelde. Ik vroeg aan haar, wat is dat van joker? Wie was dat? En zij zei, dat is nou een van de kornaten. We hebben er geen woord aan gewijd. Zij zei, dat is één van die club. Zij zit nog steeds onder die... Zij oefenen nog steeds macht uit over haar. En in dit specifieke voorval kon ik dat afblokken en dan ben ik erbij. Maar er is zoveel gebeurd. En zal zij er ooit aan toekomen om haar eigen kinderen te vertellen wat haar gebeurd is als 6-jarige? Ik denk het niet. Zal zij ooit, zeker nu haar vader overleden is, aan de grote klok gaan hangen wat die ongelofelijke oetlul heeft uitgespookt? Ik dacht het niet. Efeze 6. Dit is de brief die apostel Paulus, als ik het goed heb. Apostel Paulus heeft een brief geschreven aan de heiligen die in Efeze zijn. En Efeze, dat is, als ik het wel heb, het westen van Turkije. Het is momenteel kan je naar Efeze op vakantie als je wil. Dat ga ik er nou even niet bij pakken, want dat doet er niet toe. Hè? Nou, en die brief is niet zo heel erg lang. Het is een brief van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pagina's. Opgedeeld in 6 hoofdstukken. En van het 6e hoofdstuk, dan lees ik het even voor, dan de verse 10 tot en met 13. Nou, komt ie, vers 10. Voorts, ik zal even de microfoon bijstellen. Voorts, mijn broeders, word krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag en alles verricht hebbende staande blijven. Efeze 6. Dus ter afronding, dit gaat over de Jehova's getuigen. Die linkjes, die XXX, spatie XXX, bij nieuwsuitzending 678 heeft geplaatst. Kijk daar maar naar. Deze persoon doet dat niet voor niets. Hè? En mij is deze informatie bekend. Ik weet het. Dit is voor mij niet nieuw. En de apostel Paulus, die had het er al over. En dan heb je het over de eerste eeuw.
Ja, volgens welke jaartelling dan, Perry? De eerste eeuw van welke jaartelling? Ja. De christelijke jaartelling. Goed lul. Gaat ik wil niemand beledigen, niemand beledigen. Ja, natuurlijk de christelijke jaartelling. In welk boek wordt er ooit gesproken? Is er gesproken over Satan en de duivel? Er is maar één boek dat erover gaat. Dat is de Bijbel. Het boek is dat. Dus het zijn, als je dat goed beschouwt, het is een eng verhaal. Deze vrouw van de Jehova's getuige gezintoestand, die is bang. Die mensen hebben nog steeds macht over haar. Ze weten waar ze woont. En als zij verder maar geen rare dingen doet, nou, dan zullen ze haar met rust laten. Tja. En dat is haar strategie. In leven blijven. De broer is al dood, ook nog. En de oudste zus leeft nog. Wel leeft het toen nog. En ze heeft nog 3 kinderen. Ik hoop dat het haar goed gaat. Ik heb niets dan respect voor haar. Ik kan niet veel voor haar betekenen. Dat vind ik jammer. En accepteer ik. Er zijn wel meer dingen die ik niet kan. En, ja. Die moet ik ook accepteren. Ik kan niks voor haar betekenen. Ik zou niet weten waar te beginnen. Toch? Ik hoop dat zij bijvoorbeeld deze beschouwing niet hoort. Dat zou ik heel erg vinden. Ik ben al over het uur heen en uit respect voor haar zou ik willen dat zij niet weet dat ik alles nog weet. Snap je? Ik zou nu ter plekke in tranen uit kunnen barsten namelijk. Als ik ga beseffen hoe erg het is voor haar dat ik dit allemaal weet. En dat ik dit dan ook nog vertel op internet. Aan mensen die... geloven jullie mij wel? Snap je? Dus zij zoekt geen contact met mij. En ik niet met haar. Ik heb het recht niet. Zie, ik kan voor haar bidden. Dat wel. Maar je mag iemand die zo vernacheld is, om er maar een mooie Jiddische term bij te halen, die mag je niet de schijn hoop geven dat jij wel wat voor haar zou kunnen betekenen. Dat recht heb je niet. Dat heet blij maken met een dode mus. Dat overleeft mijn ziel niet als ik dat zou proberen. Dat zou een doodzonde zijn in mijn eigen ogen. Snap je?
Toen ik haar leerde kennen. Ja, dit gaat over Jehovah's getuigen. Hè? En zij vertelde mij dat zij een hele grote fan was van David Bowie. Inmiddels is Bowie overleden. Toen leefde hij nog. En zij kende die hele oude nummers van Bowie, die ik niet kende. En toen had ik... Misschien had ik net toevallig één cd van Bowie. Station to Station. En door haar ben ik weer meerdere cd'tjes gaan kopen. Ik heb nu een stapeltje met werk van Bowie. En dan zat ik hier die Bowie dingen te duisteren. En ik vind Bowie toch, ja, vooral Station to Station, dat vind ik een geniale plaat, hoor. Erg mooi. The return of the thin white duke. Throwing darts in lovers' eyes. Here we stand. Ja, ik ken hem helemaal uit mijn hoofd. Dat nummer Golden Years. Geweldig. En dan draaide ik die Bowie dingen hier thuis. En een aantal keren ben ik spontaan in huilen uitgebarsten. En dat kwam door haar. Dat was er niet bij, hoor. Dat heb ik ook nooit tegen haar verteld, hè. Het kwam door haar. Dan moest ik denken aan hoe zij zich vastklampte aan de muziek van Bowie. Met dat karma. Nou, dat trok mijn tere mensenziel. Trok dat niet. Dan moest ik janken. Toen heb ik ook die film The Ring. Dat is een horrorfilm. Ik ben over het uur, ik weet het. Ik moet gaan afronden. Ik ga nog even door. Hè? Die film The Ring. Het is gewoon de op zijn Engels en dan ring op zijn Nederlands. Die kan je zo vinden. Horror, The Ring, vind je hem zo. Je kan hem niet kijken op internet, neem ik aan. Maar je kan hem wel koperen of zo. Bestellen. Heet bol.com of zo. Dat is de moeite waard. De allerbeste horrorfilm die ik ooit heb gezien. Dat gaat over kindermisbruik. Ik laat even een pauze vallen. Daar zat ik bij te huilen. Daar had ik haar ontmoet. En ik keek opnieuw naar The Ring. En toen viel bij mij het kwartje. Dat die film ging over kindermisbruik. En zij lijkt ook een beetje op... Nou, ik zal verder niet veel verklappen. Je moet die film zelf maar gaan kijken. Want zij lijkt erop. Zij vertelde ook dat zij door haar familie is uitgemaakt voor een kind van de duivel. Van jouw naam. Ja, ik ga de rest niet vertellen. Ga die film maar kijken. Huilen moest ik. Bij een horrorfilm. Hè? Dus. Dit was allemaal naar aanleiding van een reactie op een van mijn beschouwingen. En onder deze video zie je een linkje staan naar die nieuwsuitzending 678. En daar kan je de reactie zien van XXX, spatie XXX. En ga op zijn kanaal nog maar even verder kijken. En kijk even naar die filmpjes over de Jehovah's getuigen. En ik hoop dat ik je iets heb verteld wat er zoal gaande is. Zonder dat jij het weet, hè. Want dit is niet voorbij. Dit is nooit gestopt. Dit gaat maar door.
En op zijn hamburgers zag ik tjus. En ik hou mijn hart vast.